Het Gerbrandy-debat stond maandag 23 oktober in het teken van de kroongetuigenregeling en vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. Dilan Yeşilgöz, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, gaf die avond een pleidooi. Zij stipte hierin ook de getuigenbeschermingsovereenkomst aan. Op het ontbreken van toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst is kritiek geuit. Niet in de laatste plaats vanuit de advocatuur. En die kritiek heb ik gehoord. De getuigenbeschermingsovereenkomst gaat onafhankelijk worden getoetst. Aansluitend ging zij in gesprek met het publiek. Vervolgens besprak een deskundig panel, bestaande uit hoogleraar Jan Krijns, Tweede Kamerlid Sungül Mütler en strafrechtadvocaat Sander Jansen, de kroongetuigenregeling. Daarna was het tijd voor het onderwerp vertrouwelijkheid. Cameratoezicht in de spreekkamer tast de vertrouwelijkheid aan. Dit was een van de stellingen waarover de dialoog werd gezocht. Als het gesprek tussen de advocaat en de cliënt vertrouwelijk is, dan kan er vrij worden gesproken. Dan kan er vrij worden gesproken over alle onderwerpen waarover daarna kan worden geadviseerd. En als er cameratoezicht is, vervalt die vrijheid. Dan zullen beide partijen zich niet meer vrij voelen om te spreken en daarmee kan de advocaat zijn werk niet meer doen. Vertrouwelijkheid betekent dat je kunt communiceren met iemand zonder dat derden daarvan kennis nemen. En dat is zowel verbaal als non-verbaal. En cameratoezicht betekent dus per definitie een inbreuk op die vertrouwelijkheid. Voor vertrouwelijkheid is het in de eerste plaats een absolute voorwaarde dat communicatie niet kan worden afgeluisterd. Dat moet dus goed geregeld zijn. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat advocaten en cliënten vrijelijk met elkaar kunnen spreken. Daar moet ook vertrouwen zijn dat dat kan. En ik kan me voorstellen dat dat bij cameratoezicht onder druk kan komen te staan. Cameratoezicht in de spreekkamer vormt tot op zekere hoogte een inbreuk op de vertrouwelijkheid. Want de advocaat en de cliënt zijn immers zichtbaar. En zo wordt hun non-verbale communicatie dus ook een bron van informatie. En dat hangt er natuurlijk van af hoe dit allemaal in de regelgeving wordt vastgelegd, hoe ver dit strekt. Het 13e Gerbrandy-debat werd bezocht door zo'n 200 advocaten en stakeholders.